voorlezen met kleine kinderen om je heen. Ja, mooier dan dat wordt het toch eigenlijk niet. Het werd zelfs een klein feestje. Onder grote belangstelling van de kinderen en hun ouders las Alkmaars burgemeester Anja Schouten de kleintjes vanwege de voorleesdagen voor in de bibliotheek. Centraal tijdens die dagen staat het prentenboek Maximiliaan Modderman geeft een feestje. Het is een prachtig prentenboek. Het is met voorlezen nog best wel lastig omdat er weinig tekst in staat. Maar het geeft heel veel ruimte voor interactie en vooral de plaatjes zijn erg prachtig. Die trui, die moet in bad. Die moet in bad. Maar hij trekt zijn trui uit en stopt de trui in bad. Dus we komen iedere week, maar het is wel leuk dat dit ook door de burgemeester wordt gedaan. De burgemeester doet het heel goed. Ja, zeker. Laten we vooral kinderen laten zien hoe leuk lezen is. En in welke verschillende werelden je dan terecht kan komen. Oh nee, kijk eens wat er gebeurd is. Wie is er nu ook in bad? Maximiliaan Modderman. Zij wil elke dag voorgelezen worden, dus dan missen het. Taart moet niet in het bad, maar het is al te laat. Kijk maar, daar gaat de taart. Ook in het bad. Taart in bad? Nee, dat vind ik ook geen goed idee. Taart moet je lekker opeten. Met een boek in bad? Daar kan ik me wel heel veel bij voorstellen.